Hallo, dit is Tel Koendering van Novelo, Phoenix, VON, Schoolen van de Standing. Verschillende organisaties waarbij we bezig zijn met het onderwijs nog een beetje beter te maken. En waar ik het vandaag over heb is verwerkingssnelheid of werksnelheid. En nou, dit is een thema waar we regelmatig vragen over krijgen. Veel casuïstieken die ik voor mijn neus krijg, die gaan erover. Is van, ik heb hier een leerling, hij is echt ontzettend slim. De ideeën die eruit komen, die zijn echt ontzettend goed. Alleen als het dan gaat over gewoon zitten en werk afmaken, ja, dan wordt het in één keer een bijzonder complexe aangelegenheid. Nou, dat zul je misschien wel herkennen bij je eigen kind. En nou, de eerste stap waar je al gauw op terugvalt, is executieve functies. Executieve functies is natuurlijk bij uitstek zo'n onderwerp waarbij je kijkt naar hoe werkt eigenlijk die dirigent van je hersenen. In hoeverre heb jij controle over je eigen gedrag? En nou ja, daar zijn een aantal dingen in te zeggen. De één is dat, vaak ziet dat getalenteerde leerlingen minder reden hebben om hun executieve functies te ontwikkelen. Waarom zou ik leren om me 20 minuten te concentreren als ik alles binnen 2 minuten opgelost krijg? Nou, maar als ik nooit 20 minuten concentreer, dan kan ik dat ook niet. Niet dat ik er niet fysiek toe in staat ben, maar gewoon omdat ik het nooit gedaan heb, heb ik het nooit getraind. We gebruiken vaak het metafoor van de cheetah die alleen maar konijntjes vangt. Nou, als je een cheetah lang genoeg alleen konijntjes laat vangen, dan kan hij geen gazelles meer vangen. Dus nou, dat is eigenlijk de eerste stap. Van, heb je die executieve functies moeten trainen? Nou, dan krijg je nog onderzoek van mensen als Shaw die aangeven dat wellicht bij getalenteerde mensen het, zeg maar, het rijpen van de hersenen, dan heb je het over melanisatie en allerlei neurofysiologische onderdelen, dat langzamer gaat. Dus de piek komt pas later, vaak is hij wel hoger. Dus dat zou betekenen dat getalenteerde leerlingen misschien pas later in staat zijn om dat soort onderdelen uit te vinden. Nou, een hoop mensen denken, nou, kom ik even mooi mee weg, ik mag langer wachten. Ik denk dat het eerste minimaal zo belangrijk is, je moet het trainen. Nou, en als je dan die conclusie trekt van, oké, ik moet misschien mijn executieve functies trainen, nou, dan kun je daar nog hebben over een verbaal performaal kloof. Alleen, ja, ik zoek altijd heel erg, want dat is een mooie klassificerende opmerking, van oké, uit een IQ-test komt dit onderdeel, maar hoe operationaliseer je dat nou? En wat mij betreft geloof ik heel erg in die aanpak van Martin Seligman, dat je zegt, je moet een strength-based approach hebben. You have to focus on your signature strengths and work on your weaknesses so they don't hinder you. Dus wat zeg ik daarmee? Je moet werken aan jouw unieke krachten en talenten en je moet genoeg aan je zwaktes werken zodat ze niet in de weg zitten. Dus je moet niet de hele dag gaan trainen alleen maar op je zwaktes. Je moet niet aan je leerling zeggen van, hé, wat fijn dat je zo snel klaar bent met je rekenen, dan kun je 2 uur extra spellingsbladen doen, want daar ben je niet zo goed in. Want de kans dat iemand dan blij aan het einde van de week uitkomt is vrijwel nihil. Dus je zoekt altijd een balans tussen matchen en stretchen. Het matchen komt een beetje uit de meervoudige intelligentietheorie, in ieder geval als interventie. Matchen, je mag het doen op jouw manier, binnen jouw talenten. En stretchen, soms moet je het juist buiten je comfortzone doen. Nou, en dan moet je kijken of er een balans tussen is. Als je 90% aan het stretchen bent en 10% aan het matchen, nou, dan ga je waarschijnlijk er niet blij van worden. Als je 90% aan het matchen bent en alleen maar op jouw manier aan het doen bent, maar op 10% van de tijd aan het stretchen, nou, dan ga je waarschijnlijk je potentieel niet benutten, omdat je je zwakke kanten niet genoeg traint. En dan word je heel inflexibel, dan kun je het alleen nog maar op jouw manier doen. Dus je probeert daar misschien een 50-50 of zelfs 70-30 of je wisselt daar een beetje in, maar je probeert de twee met elkaar in balans te houden. Nou, het volgende punt dat belangrijk is, is dat je probeer te voorkomen, en dat is natuurlijk niet altijd mogelijk, zeker als je bijvoorbeeld naar een VO-school kijkt, dan moet je misschien in een mentoruur of op een andere plek een plek geven, maar dat je niet een leerling tegelijkertijd een inhoudelijk complexe uitdaging wil geven en een nieuwe vaardigheid wil trainen. Dus stel je voor dat ik volgehouden aandacht wil trainen, dan is de beste manier om volgehouden aandacht te trainen niet om te zeggen, ga maar jezelf langer concentreren op de CITO-toets die hier voor je is, terwijl er herrie om je heen is. Want dan heeft hij en een moeilijke opdracht te doen en hij moet een moeilijke vaardigheid leren. En dan ga je heel snel door je mentale energie heen. Wat je beter kunt doen is die 2 dingen opsplitsen en zeggen van, nou, oké, weet je, je moet nu die CITO-toets doen. Nou, misschien staan we het dan wel toe om dat met een koptelefoon op te doen of met een tijdelijke aanpassing. En dan gaan we een deel van de dag gaan we bijvoorbeeld 20 minuten oefenen om geconcentreerd te gaan zitten lezen. Dus je krijgt een leesboek. Of er zijn ook leuke spelletjes die je kunt doen. Je gaat elkaar aankijken, wie is de eerste die lacht. Misschien te kinderachtig voor woorden, maar het is een fantastisch spelletje om jouw volgehouden aandacht en je impulsregulatie te trainen. Taakinitiatie, weet je, verschillende taken achter elkaar doen. Ga nou niet tegelijkertijd zeggen van oké, je moet je huiswerk doen en je moet ook maar leren stappenplannen doen. Nee, we gaan je eerst even helpen met stappenplannen. Hier heb je een papier met, nou ja, 7 stappen. Zet er zelfs een wasknijper op, dan kun je door al die stappen heen en dan ga je de moeilijke opdracht doen. En dan gaan we daarna met de afwas of met de tafeldekken gaan we oefenen hoe je nou een stappenplan kunt doen zonder dat je hem op papier hebt. Nou,
Ik denk dat dit de meest operationele manier is om naar te kijken. Het betekent wel dat bij sommige leerlingen de verwerkingssnelheid op dit moment zo laag is. En of dat nou is door een zwakke executieve functies of door dat ze niet goed in hun vel zitten, misschien zelfs depressief zijn. Nou, dat betekent dat je toch de schooleisen tijdelijk soort van op therapeutische gronden moet verlagen. Wordt alleen maar blijven drukken, de kans dat dat gaat lukken is niet bijzonder groot. Dus daar probeer je constant die balans tussen te vinden. Mocht je hier meer over willen weten, zou ik je zeker aanraden om naar de kennismodule of naar onze specialisatiemodule executieve functie. We hebben ook eentje rondom hoe je met spellen executieve functies kunt trainen. Dus dan kun je ook juist binnen de belevingswereld van leerlingen juist heel gestructureerd aan die verschillende onderdelen gaan werken. En op die manier ga je dus stapsgewijs die vaardigheden bieden die leerlingen nodig hebben. Is dat een end-all en be-all? Ga je op magische wijze alle problemen oplossen? Nee. Maar het gaat je weer een stapje verder helpen in het ondersteunen van een leerling. Hoop dat dit helpt. Dus ga hier eens mee aan de slag. Ga eens kijken, wat is een zwakke executieve functie? Waar heb ik moeite om mezelf te reguleren? En ga daar dan eens mee aan de slag. En kijk eens met je kinderen, met je in de kring. Of waar ben ik sterk in en wat voor nieuwe strategieën kan ik daarin op doen? Kom je misschien weer een stapje verder. Hoop dat dit helpt. Zoals altijd, breng het beste naar boven in jezelf en in elkaar.